Jongen, Ron. Heb je weer het laatste stukje kaas opgemaakt? En doe alsjeblieft die schoenen weer aan. Pff, wat een lucht, zeg. Oh, je lijkt mijn vader wel. Nou zeg, wat een humeurtje. Ja, nee, ja, ik heb gewoon een beetje slecht geslapen. En ik heb me trouwens ook verslapen. Ik moet er eigenlijk gewoon meteen weer vandoor. Wat is er eigenlijk aan de hand, meisje? Kom eens even hier. Ja, nou ja, ik weet het ook niet hoor. Het gaat gewoon allemaal zo snel. Ik bedoel, voordat je het weet is het gewoon weer voorbij. We hebben nog maar 2 afleveringen, Ron. Nou, ga eens lekker zitten. Weet je dat wel? Ik heb voor jou straks nog een heel leuk verhaal. Een echt sprookje over een meester en zijn leerling. Oh, nou, dat klinkt wel heel leuk. Ach, het gaat ook wel weer om. En voor u hebben we de genomineerden van het Lemke 2002 op een rijtje gezet. En dat is de prijs voor de beste uitvinding van Brabant. En Valerie wordt vandaag geïntroduceerd in een echte mannenwereld. De wereld van de wegenbouw. Ja, is namelijk iets heel slims en iets heel nieuws bedacht. Ron, doe me alleen een groot plezier. Doe die schoenen weer aan. Hoezo? Auw! Ik raak niks. We rijden er iedere dag met z'n allen overheen. En we staan er nooit bij stil. Behalve op die momenten dat ze weer eens een nieuw wegdek moeten asfalteren. Ja, dan moeten we wel. Maar dan staan we er met z'n allen ook wel heel lang bij stil. Onderhoud van het wegdek is de oorzaak van veel fileleed. En dat is niet zo gek, al die files. Want asfalteren, dat is een heel tijdrovend werkje. En voor je het weet, dan ligt het werk weer stil. Want het mag er niet bij gaan regenen. Ja, kom maar met die wals! Als het asfalt dan mooi en strak gelegd is, dan moet het rustig nog een paar uurtjes afkoelen en uitharden. Rijkswaterstaat heeft ondertussen ook genoeg van al dit oponthoud en vroeg een aantal wegenbouwers om de weg van de toekomst te ontwikkelen. Om daarmee ook slimmer en beter om te gaan met de reeds bestaande wegen. Bij Heijmans, een van de grootste aannemers in de wegenbranche, kwam men met een revolutionair concept. Op de afdeling infrastructuur en milieu bedacht men een weg die je overal mee naartoe kan nemen, in no time neerlegt en ze noemen hem de uitrolbare weg. Nou, dat klinkt hartstikke eenvoudig. Dat is eigenlijk net als met tapijt. Zoals je maakt het in de fabriek en je rolt het uit waar je het hebben wil. Dat is het voordeel van in een fabriek werken. Altijd fijne omstandigheden. Geen invloed van het weer. Je kunt onder ideale omstandigheden maak je zo'n weg. Ja, alleen asfalt is natuurlijk niet hetzelfde als tapijt. Nee, het is geen textiel. Het bestaat uit stenen. En dat is het grote probleem, want als je steentjes op een rol wilt doen en je buigt het te ver, dan is het spul gebroken. Ja, want jullie maken het zo dat het dus niet breekt. Nee, dat klopt. We hebben zeg maar door juiste keuze van materialen. Het bestaat uit een mengsel van steentjes met een bindmiddel die de steentjes bij elkaar plakken. En het bindmiddel, dat hebben we zeg maar gemodificeerd door het een grotere rek te geven. Het zijn eigenlijk 2 lagen, waarbij de toplaag zorgt voor een veilige verkeersafwikkeling. En de tweede laag die zorgt voor extra geluid in reductie. En die maakt het ook mogelijk dat deze mat op een rol aangebracht kan worden. Nou zie ik dat dit niet helemaal vlak is. Ja, dat is nou een typisch schadebeeld van wringend verkeer, met name vrachtwagenbanden die steentjes eruit draaien. Ja. En waar we op uit zijn is een mengsel te maken waarbij dit schadebeeld niet meer optreedt. En dat testen wij met een speciaal toestel wat we daarvoor ontwikkeld hebben. Dat kan ik wel eens even demonstreren. Dat hebben we hier staan. Kijk, dit is dan het apparaat waar we die testen mee uitvoeren. Dit is een carousel. Het proefstuk draait rond. Als gevolg van het heen en weer bewegen onder een hoek van het wieltje komt er steenmateriaal af. Ik heb hier wat materiaal wat daar dan vrij komt. Ja. En de hoeveelheid geeft een idee van de slijtage. En die proef doen we eigenlijk onder zware omstandigheden met een massief rubberen wiel. En aan het einde van de proef heb je van het bandje dit nog slechts over. Dus het is ontzettend zwaar. Ontzettend groot verschil, ontzettend zwaar wat er hier gebeurt.
Dit asfalt is dus duurzaam, het is geluidsdempend. Heeft het nog meer voordelen? Ja, het is waterdoorlatend. Dat is ideaal voor de verkeersveiligheid. Dus je kijkt geen spat en stuifwater, ideaal bij het passeren van andere auto's. Maar je kunt het zelf wel even testen. Je hebt hier een emmertje water, giet het er maar eens overheen. En dan zie je dat het gigantisch wegloopt. Nou, ik wil wel eens zien hoe dit eruit ziet op een rol. Nou, dat kan. Dan moet je bij ons in de fabriek gaan kijken. Daar hebben we het op de rol staan. Ga ik daar een kijkje nemen? Oké. Okay. Bedankt. Tot ziens. Dus dit is het. Afrolbaar asfalt. Dit is nou zo'n rol. Vers uit de fabriek. En hoeveel zit erop? Hier zit 50 meter op. En deze 50 meter kun je overal waar je wil neerleggen? Ja, dan moet je wel wat aan voorbereiding doen nog. Dit zijn betonblokken, die worden eerst heel netjes vlak op de weg gelegd. Want je moet natuurlijk een hele mooie vlakke weg hebben om die vlakke laag uiteindelijk ook met die rol te bereiken. Nou, die rollen worden dan uitgerold op deze betonplaten. En dan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat ze goed vast komen te zitten. Ja, want stel je voor, een vrachtwagen die remt en die neemt de hele weg mee. Ja. Ja, dus daar is over nagedacht. Er is eerst een betumelaag op die blokken aangebracht. En die betumelaag die plakt. Als je het warm maakt, dan kan je die rol erop leggen. Ja. En als de tapijt versleten is, dan hou je het ook eens een keer weg weer. Dan kan je hem weer oprollen. En dan kan je weer een nieuwe rol aanleggen. Dus blijft liggen en het asfalt kan erop, maar kan er na verloop van tijd ook weer afgehaald worden. Dat is de bedoeling. Er zit nog een geheim in die blokken. Ja. En het is niet alleen dat het kleeft, maar er zitten ook nog holtes in hier. En die holtes die zijn geschikt om het water af te voeren, maar er zit nog een adertje onder het gras, zou ik kunnen haast zeggen. Er zit ook een geluidsreductie in. Dat zijn holtes die absorberen eigenlijk het geluid. En dat is heel apart, die holtes gaat het geluid wel in, maar het gaat er niet meer uit. Totaal scheelt het 10 decibel. Dat zou je eigenlijk moeten horen. Dan moet je langs een hele drukke snelweg gaan staan. En dan zou je ineens dat verschil moeten horen van 10 decibel. Nou, dat is een enorm verschil. Nou, dat is inderdaad wel een behoorlijk verschil, zeg. Wanneer kom je dus een rol asfalt in mijn straat leggen? Nou, ja, je moet natuurlijk rekenen, dit is een pilot. Ja. Dus we hebben het nou een keer gedaan. En dat is op zich al een hele revolutie, hoor, in de asfaltwereld. Maar het zal natuurlijk al een paar jaar nodig zijn om dat helemaal door te ontwikkelen, zodat het echt overal toegepast kan worden. Ja, die voordelen van het oprolbare asfalt zijn gewoon gigantisch. Het scheelt 10 dB minder herrie. Nou, kilometers geluidsschermen en daarbij wordt het 5 keer zo snel aangelegd. Kun je je voorstellen wat voor files dat scheelt? U begrijpt dat dit oprolbare asfalt wel eens het einde zou kunnen betekenen van het oude en vertrouwde asfalteren. En dat zou toch jammer zijn? Ik bedoel, zo'n wals. En wat is er nou heerlijker dan de geur van nog heel heet pasgelegd asfalt. Bumperkleven. Ja, hij doet het. Hop, daar gaat eentje de fles van. Zeg, jij had toch zo'n gevoelige neus? Ja. En jij vindt asfalt lekker ruiken? Ja, de grond is het lekkerste wat er is. Ja, maar dat vind ik nou vies. Vies? Ja. Nee. Enfin, wij gaan zo meteen op een rijtje zetten wie de nummers 1, 2 en 3 zijn als genomineerden voor het Lemke. Maar eerst gaan we even kijken wie er ook alweer allemaal meedingen. Lemke 1, de steermobiel van Wim van den Broek uit Boekel. Een geweldig apparaat om je wit en bruin goed mee naar boven of beneden te sjouwen. Zo te zien de favoriet van Valerie. Eigenlijk is het tillen met je hersenen. Nooit meer last van rugpijn.
ik vind het helemaal geweldig. Lemke 2 is de pakpaal van de heer Kamma uit Breda. De pakpaal is een steunstang die in een mum van tijd opgezet kan worden. Ideaal voor mensen die moeilijk uit hun bed of stoel kunnen komen. Zo kunnen ze langer thuis blijven wonen. Zo trek ik hem omhoog. Lemke 3 is geen uitvinding, maar een persoon. Gerard Timmers uit Eindhoven staat symbool voor de duizenden Brabantse knutselaars en uitvinders. Gerard verzamelt alles wat hij maar enigszins kan gebruiken. Van lampjes en sensoren tot snoertjes en transformatoren. In de buurt noemt men Gerard ook wel Willy Wortel. En wat vindt u wat er nog uitgevonden moet worden? Ja, dat er geen oorlog meer is. Lemke 4. Hans van Gent uit Gelderop heeft iets bedacht voor sportieve mensen. De loopbandstep. De step kan puur voor het plezier gebruikt worden, maar je kunt er ook mee trainen en aan je conditie werken. Ik ben moeten vragen. Mag ik even? Natuurlijk. Waar rij ik nou naartoe? Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Een stuk makkelijker dan skaten. Lemke 5 is een oplossing voor een probleem dat iedereen wel kent. De laatste restjes tandpasta die je maar moeilijk uit de tube krijgt. Om aan dit probleem een einde te maken, hebben de jonge onderzoekers Paul, Peter en Mark uit Schaik de tube uitknijpen uitgevonden. Simpel, doch zeer doeltreffend. Mannen, de tube uitknijper. Lemke 6. Roel van Dijk uit Ravenstein werkt in de bouw. Daar kwam hij erachter dat het dragen van platen vaak tot rugklachten leidt. Nou, daar moet een einde aan komen, dacht Roel. En hij ontwikkelde de pocketplatendrager. Met dit kleine, compacte hulpmiddel is een plaat makkelijk te tillen en worden rugklachten voorkomen. Handig, toch? Zo, dat is echt veel makkelijker. Lemke 7, het Wheel Loader Lock van André van Beers uit Steenbergen. Met dit slot horen ramkraken met een shovel tot het verleden. Het geheim? Met dit slot kan een shovel alleen nog voor of achteruit rijden. En niet meer naar links of rechts. Lemke 8. We kennen hem nog van de loopbandstep. Uitvinder Hans van Gent uit Gelderop. Hans is van meerdere markten thuis. Zo heeft hij ook een fietsslot uitgevonden. Een slot is een cilinderslot met een lange pen. Ja. In de trappers zit een gat ingeboord. Als je de slot erin plaatst, dan blokkeer je gewoon de trappers en je kunt niet meer trappen. Wanneer het slot met geweld geforceerd wordt, maak je de trappers onbruikbaar en heb je niets meer aan de fiets. Lemke 9. U kent het nog wel, je rijdt naar school en dan valt je veel te dikke boekentas van je fiets. Heel vervelend, dat vonden Jesse Kerry en Madeleine Bongers uit Os ook. En daarom bedachten ze de carry-on. Het is zeg maar een extra bagagerek op je bagagedrager. Het biedt meer steun voor de boekentas en deze zal dan ook niet meer van de fiets vallen. Met de carry-on wonnen Jesse en Madeleine de aanmoedigingsprijs voor de jonge onderzoekers. Hey Ron! Dat Stermobiel, hè, dat zat op de derde plaats voor het Lemke. Ja, ja, 12,6% van alle stemmen. Mm-hmm. Nou, en dan nummer 2, dat zijn die tube-uitknijpertjes, weet je wel, die jongetjes. Mm-hmm. Nou, die hebben maar liefst 14,2% van alle stemmen. Mm-hmm. Ja, nummer 1. Hé, wat leuk! Ja, dat zijn die meiden, Ron. Met de carry-on. 15,4% van alle stemmen hebben zij. Maar liefst nu. Dat kan niet. Ja, echt wel. Nou, klopt, nou kijk maar. Het zijn de meiden. Verrek. Klopt. Ja. Mannen van Brabant, daar moet iets aan gebeuren. We kunnen ons toch niet op de kop laten zitten door 2 van die dames. Nou Ron, hoezo? Het is hartstikke leuk dat die dames helemaal bovenaan staan, toch? Beetje pittige meiden. U moet met z'n allen gaan stemmen via www.goedbeterbest.nu en bepaal op die manier wie de winnaar wordt van het Lemke van 2002. Ja, en misschien wint u dan wel vrijkaartjes voor de grote slotbijeenkomst van dit programma. Hé, over winnaars gesproken, ik ga er nu een bezoeken. Ja, maar dan voor het waar of niet verhaal. Dus wie weet gaat die €450 er weer uit. Nou, doei! Ja, doei. En dan gaan wij in de tussentijd stemmen voor dat Lemke, mannen van Brabant. Oh.
Er valt weer €450 te winnen. En het waar of niet verhaal van vorige week was van Gianni Romme over die skielers. Hoe zat dat nou eigenlijk? Mijn verhaal over de flexibele vering met de skieler is dus niet waar. Het is wel een heel gaaf idee, maar het is helaas niet waar. De winnaar van deze week zit hier op school in Bokstel. Hij komt uit Udenhout en heet Thomas Bijens. Gefeliciteerd. Dankjewel. €100 voor jou. Thomas, de eerste vraag voor €150. In de vorige aflevering voetbalt Ron met een beroemd oud PSV'er. A. Berry van Aarle. B. Stan Valks. Of C. Willy van de Kerkhof. B. B. Stan Valks. Heel goed. Thomas, vraag 2 is de alles of niet vraag. Wat doe je? Ik speel. Je speelt hem. Ja. Voor €200. Misschien. Ja. In de vorige aflevering ging het over drijfmest. Wat is het grootste bestanddeel van drijfmest? Water. Heel goed. Het antwoord is water. 92%. Wat ga je ermee doen? Wij leggen een kiet. Bijleggen bij een computer. Ja, dat moet lukken. Muziek is continu in ontwikkeling. Niet alleen wat betreft ritmes en stijlen. Maar ook wat betreft muziekinstrumenten. Wij gebruiken tijdens onze optredens de meest uiteenlopende percussie-instrumenten. En vanaf volgende maand hebben we de beschikking over een geheel nieuw instrument. De watershaker. Vorige maand waren wij Slagerij van Kampen op tournee op de Antillen. En daar speelde op dat moment een bandje. Er viel ons iets enorms op. Dat was namelijk dat de percussionist van die band met een soort cocktail shaker aan het shaken was. Na het optreden spraken we met de percussionist van de band en die vertelde dat deze cocktail shaker watershaker heet. En het zal je dan ook niet verbazen dat het gevuld is met water, maar ook met schelpen. En die schelpen die komen alleen voor op Sint Maarten. Nou vonden we dat zo mooi, we hebben er gelijk 6 besteld en die gaan mee in de aankomende tour met Slagerij van Kampen. Hartstikke waar dat verhaal. Ron, watershaker, dat kan toch helemaal niet? Wilt u kans maken op €450? Geef ons dan uw mening, waar of niet? Hé, hey, ga je me nou nog een sprookje voorlezen? Of? Ja, zometeen. U kunt dan stemmen via onze website www.goedbeterbest.nu. Kunt u gelijk even stemmen op een mannelijke uitvinder. Ron, dat hoorde ik. Nou, ga je me nog een sprookje vertellen of niet? Ja, tuurlijk. Kom maar. Ben je er klaar voor? Ja. Weet je wat leuk is van dit sprookje? Nou? Het is nog waar gebeurd ook. Het gaat namelijk over een kandidaat voor de Brabantse Innovatie Award. Oh, nou leuk. Er was eens een man die na een lange en intensieve carrière in de bouw het wat rustiger aan ging doen. Hij halveerde zijn werkweek tot nog maar 40 uur. Haast niks, zou je zeggen. Staand bij een stapel isolatiemateriaal overpeinsde hij zijn leven. Hij voelde de glaswolvezels prikken. Wat jammer, dacht hij, dat er tegenwoordig in de bouw zoveel synthetische materialen worden gebruikt. Vroeger hadden wij alleen de natuur. Dat was vaak prima. Hij dacht aan zijn jeugd op het platteland. Aan de velden met bloeiend vlas. Vlas? Wat is dat dan, vlas? Vlas, ken je dat niet? Nee. Nou, dan moet je je voorstellen, zo'n heel veld vol met van die paarse bloemetjes. En dan ruist er zo'n heel zachte wind doorheen. Dat is een geweldig gezicht. Kun je dat dan eten, vlas? Nee, je kunt het niet eten, maar je kunt er wel andere dingen mee doen. Kijk, vlas wordt namelijk afgesneden door speciale tractoren als het uitgebloeid is. Ja. En die tractoren die maken dan eigenlijk hele grote balen van. En die balen die staan dan allemaal op het veld. Oh. Ademloos had de man gezien hoe grote balen vlas de fabriek binnenkwamen gerold om verwerkt te worden door grote machines.
Die haalden het vlas uit stengeldeelden, kamden het en na het spinnen en weven en verven ontstond er het prachtigste linnen. Linnen? Ik heb net een heel mooi linnen jurkje gekocht. Wil je het zien? Wil je het zien, Ron? Wacht nou even. Want nu komt het allermooiste van het verhaal. Oh, Oké. De man had gezien hoe er niet alleen lange lappen linnen in de fabriek geproduceerd werden, maar ook hoe daarbij een enorme berg restvezels ontstond. Hier moet ik iets mee doen, dacht hij ineens. En hij kreeg een geweldige inval. Dat vlas is eigenlijk geweldig spul. Het is zacht, het had warme en koele lucht en zelfs geluidvast. En het is nog puur natuur ook. De man zag het helemaal voor zich. Hij zou iemand zoeken die hem hierbij kon helpen. Oh, en toen? Nou, op zijn zoektocht stuitte hij op een jongeman, Rogier. Die was slim en energiek. Oh. Onder leiding van de man bouwde de jongeman een indrukwekkend machinepark op. Een jaar lang waren ze ermee bezig. De meester en zijn leerling. Een heel jaar lang? Maar wat was dan het probleem? Nou, dat staat hier. Even kijken. Er waren al wel eerder mensen geweest die geprobeerd hadden om met de restvezels vlaswol te maken. Maar niemand was er ooit in geslaagd om alleen met natuurlijke stoffen te werken. Bovendien moest het ook nog brandwerend zijn en mocht het niet gaan schimmelen. Nou, dat was een haast onmogelijke taak. En het moest hem lukken. En toen? Het was een enorme klus om de juiste machines te vinden. Ze sleutelden aan oude machines en bouwden soms geheel nieuwe apparaten. Ze experimenteerden met allerlei natuurlijke stoffen tegen schimmel en brand. En is het gelukt? Laat me even vertellen. Eerst werden de grote balen vlasvezels uit elkaar gehaald en werd er lucht ingeblazen om het oude volume weer terug te krijgen. De vezels vlogen hierna de bufferkamers in. Wat? Ja, dat zijn een soort opslagplaatsen waar die vezels naartoe geblazen werden. Vliegensvlug schoten de vezels over banden en door lange pijpen naar een volgende bewerking. Er werd een natuurlijk en geheim bindmiddel aan toegevoegd en ze waren ingeslaagd om de vlaswol brand- en schimmelwerend te maken. Een grote machine zorgde ervoor dat de vezelpakketten in lagen werden gestapeld. Aan het eind van de band kwamen dikke pakketten zachte vlaswol naar buiten. Ja, maar wat kun je nou met die dikke pakken vlas? Dat staat hier. De man had zelf jarenlang in de bouwwereld gezeten. Hij wist dat ze hier dringend op zoek waren naar betere en vooral natuurlijke producten. Zijn vlaswol bleek uitstekend geschikt om er huizen mee te isoleren. Hij stopte het tussen de muren en onder de daken. En het was een groot succes. De man keek tevreden toe hoe zijn opvolger zich verdiepte in de nieuwe producten. En zo overdacht de man, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat vind ik nou het mooie aan dit verhaal. En ik begrijp dan ook heel goed dat dit een kandidaat is voor de Brabantse Innovatie Award. Toch? Kijk nou dan, ze is helemaal in slaap gevallen. Dat was het weer voor deze week. De volgende week gaan we het hebben over biomassa. Groenresten voor een energiecentrale. En Kooi Konings komt langs. Hé, hey Ron. Blijf eens af. Wat doe je met mijn konijntje? Nou, de volgende week hebben we een paar hele aardige knuffelkonijntjes in de uitzending. Ja, nou dat kan best. Maar van mijn konijn, blijf je af. Ja, maar dat is toch geen echt konijn? Dat is toch gewoon maar pluche? Dit konijn is hartstikke echt pluche hoor.